Hey yo hackers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe episode van mijn Black Ops 2 Road to Gold serie. En ja, we gaan er vandaag Ground War doen denk ik en ja, ik ga geen fatsoenlijk Nederlands praten. Dus als ik enorm raar klink dan mijn excuus, maar ja, ik leid me helemaal aan het niet fatsoenlijk Nederlands praten syndroom of zoiets. Dus ja, maar goed, ik wil even wat laten zien aan jullie. Ik ben bezig met Project Sniper, jawel, dit is echt gewoon enorm grappig, want wel, ik heb ontdekt dat ik enorm goed kan snipen. Ik weet niet wat het is, maar gewoon dit ding. Ik ben er zo op in goed mee. En wat best wel grappig is, ik probeer dit nou volgens mij 2 dagen. Echt gewoon, en ik heb al 151 one shot, one kills. Dus ja, 2 dagen zeg maar. Dus ik heb ongeveer nu 6 uurtjes hiermee gespeeld, denk ik. Dat is te overdreven. Ik denk 4 uur. Ja, 4 uur heb ik gespeeld nou. En wel gewoon 2 uur per dag in principe. En wel dan heb ik gewoon, zeg maar, deze sniper al bijna goud. Want wel, in principe moet ik nog 100 one-shot, one-kills. En wel, dan moet ik al deze dingen gaan halen en zo. En wel, dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld kills maken zonder attachment, kills maken zonder perks. En headshots. En natuurlijk de bloodthirsty. En wel, dat is niet leuk. De reden dat dat niet leuk is, is wel, dan moet je, zeg maar, 10 keer een 5 point killstreak halen in principe. Dus je moet 5 killstreak halen met een sniper. Dat is praktisch onmogelijk. Dus wel, dat wordt enorm leuk. En dan moet je dus 10 keer doen. Dat is echt. Dus ja, en wel, ik probeer dus ook de IN94 goud te halen. Dat gaat wel lekker. Even kijken. Oh, ik heb Ghost Camo unlocked. Maar nou ja, je ziet dus wel, ik moet nog 25 headshots. Dan moet ik van deze nog ongeveer nog 40 headshots. En dan moet ik van deze nog de PDW, die heb ik er even gauw bij gepakt. Moet ik redelijk nog wat headshots. 53 nog. En wel, dan heb ik nog de Type 25. En dan heb ik nog, wat heb ik nog meer? Nou, dat was volgens mij wel. Ik wil de Shinkom de goud halen en de Scorpion Evo. Dus ja, maar voordat ik echt naar die wapens ga, wil ik eerst alle wapens die ik bijna goud heb, echt gewoon goud gaan halen. Maar goed, vandaag gaan wij, ik denk, free for all doen. Ik vind het helemaal prima. Lekker free for all. Is als ik zeg wat anders. Lijkt me wel leuk om dat een keer te doen. Even kijken. Mijn score streaks zijn, by the way, volgens mij UV Care Package. En even kijken. Wat was dat andere ding? Een hoe heet dat oedeldingen, godsnaam? Even kijken. Is het in ieder geval mijn headset wat harder? Dan kan ik in ieder geval het volk een beetje horen. Hoe heet dit dat? Een Guardian. That was, what the fuck, Juice Class KSG. Hallo. Goed. Wel, let's find some people to kill. Het is echt de eerste keer dat ik een potje speel met de KSG in ongeveer 2 dagen, dus what the fuck is mis met jou? Maar ja, dit wordt gewoon wat. Even kijken. Duip. En wel, ik heb best wel wat grappigs meegemaakt vandaag, want het was best wel droog. Het gaat over de webcam. Ik heb niet de nieuwe webcam al gekocht. Ik wil dat even ophelderen. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb geprobeerd om de webcam van mijn ouders eigenlijk, holy fuck, van de smart televisie op mijn computer aan te sluiten. God, monju. En wel, dat ging niet zoals gepland. Want wel, ik had hem aangesloten en alles. Er brandde een lampje, dus mijn computer zag hem wel. Alleen, wat het vallende was, is hij begon te surren over software. En wel, dat is het toppunt van droogheid. Want dan zeg ik nog, ga me zoeken op Google of zo naar software. Begon hij te surren dat er op heel Google geen software was. Van die verminkte, ja, kutzooi op die op Google dus, dat er geen software was voor dit ding. Dus dat is best kut. Oké, nou ben ik er klaar mee. Dit is helemaal geen lekker potje. En die stomme headset moet je kijken, man. Ik heb 5 meter kabel aan dit ding. Gewoon, jij gaat nu hier zo. En wat dit gaat allemaal hier. Jezus. Oké. Okay. Public. Nee, weg op dan met die stop kabels. Ik ga echt gewoon een draadloos headset kopen. Gewoon die deathmatch. Fuck the system. Blijft mijn favoriet. Free for All is dus niks. Even kijken, wat is nog meer? Niks. Ground War is niks. Dus de druk. Wauw, kan het gewoon nog een nou, magma. Ja, het gaat wel. Oh mijn god. Nou, we zijn dus in het potje gegooid. Dus gaan we hier nog wel even een potje spelen. Ja, je kent de regels. Au, help, mogol. Wat voor fantastische spawn is dat ook weer. Kijk dan hier. Zag je die mogol op? Echt wat een schele motherfucker gewoon. En ik moet niet zo schelden. Maar het is gewoon niet mijn dag vandaag. Echt gewoon, is het gezet? Nee, je dikke emu. Je dikke emu. Wat is dit nou weer voor onzin? En ja, ik ging dus in principe al dus vandaag op donderdag hier. En ik ging dus in principe al vandaag niet zo lekker überhaupt op Call of Duty. Dus ik heb het een beetje gehad met COD. Maar ja, ik wil gewoon even toch een episode van Road to Gold opnemen. Want wel, er waren wel 2 video's online vandaag. Dus maandag dat ik het opneem. Jullie zien het waarschijnlijk dinsdag. Maar
Ja, ik baalde dus best wel enorm van dat er maar twee video's online waren gekomen. Hunger Games en natuurlijk Crysis. Maar ja, ik ga vanaf nu ook gewoon de zondagvlog doen. De zondagvlog of de zondervlog of I don't know, in ieder geval de zondagvlog gewoon denk ik dat ik hem ga noemen. En wat ga ik het hebben over dus hoe het gaat met mijn verkoop op Marktplaats, zodat ik mijn harde schijf kan kopen. Over dit soort dingen dus. Van die webcamming, wat dan ook. Gewoon even jullie kwijt, lekker makkelijk gewoon. En dan heb ik toch geen onderwerp om over te kletsen, dus ja. Maar ik ga er wel even verder over, want dat was dus enorm falen. Dus op een gegeven moment zei hij gewoon, ja fuck jou Ronald. We hebben geen software, dus ik kan het lekker niet gebruiken. Dus wel ik enorm balen en wel, nou, toen kreeg ik op een gegeven moment enorm hoofdpijn, half migraineaanval, echt verschrikkelijk. Dus wel toen ben ik maar gewoon even Asterix en Obelix gaan kijken. En jawel, Asterix en Obelix, ja boy. Nee maar, dat is echt gewoon, dat is denk ik mijn favoriete animatiefilm, Asterix en Obelix. En ik heb alle 7 films daarvan, ik weet niet of er meer zijn, maar ik heb echt zoveel films van het volk. En wel, ik vind het echt wel gewoon een van de geniaalste, yeah, ik heb een kill bitch. En ik vind het dus wel een van de geniaalste... ja, series die er in principe is, ook van comic books en alles. Ik vind het zo ontzettend cool, jongen. Asterix en Obelix. Gewoon ook met dat kleine hondje, Idifix. Oh, kutzooi. En wat het droogste was, ik herinner me nou dat ik in die film Asterix de Galliër, Idifix, helemaal niet meer tegengekomen. Dat heb ik dus vandaag gekeken. En wel gisteren heb ik knallende ketel gezien en dat soort shit allemaal. Maar het was dus enorm droog, want wel, Idifix, hondje van Asterix natuurlijk, van Obelix, mijn god. Die kwam ik helemaal niet tegen, dus het is best wel falend. En ja, dat is dus wel falend. Ja, wat vind je met je Remington, net tegen de KSG, mongol. Hij is ook level 4, wauw. Werd ik gekild iemand van level... Wauw, skills, Ronald. Ik ben gekild iemand van level 4, dat is gewoon skillful. Even kijken. Nou, is hier nog wat boeiends te beleven? Wat is dat nou voor onzin? Wat is dit nou weer voor onzin? Ik schoot hem 2 keer, ja. Recht in zijn bakkes. En dat doet dit spelletje helemaal niks. Echt gewoon wauw. Pompdom. Ik ga het, by the way, in de zondagvlog. Ga ik het met jullie hebben over mijn Xbox One PS4 kwestie. Want om even nog wat te verklappen. Ik denk niet dat ik überhaupt een van die consoles ga kopen. Yeah, dude. Yeah, dude. Kutzooi. Schiet hem naar dood. Schiet hem naar dood. Anders moet ik het allemaal doen. Daar heb ik allemaal geen zin in. Ja. Oké. Easy. Ja, nee, verdomme. Nou ja, ik ga proberen mijn uf te halen. Ik moet alleen even kijken waar ik dan precies moet zijn. Daar niet, want daar word je acuut overhoop geknald. Dus waar moet ik dan heen? Kutzooi. Oh, ik heb wel een kill, longshot. Dat is altijd nice. Volgens mij moet je ook iets van longshots halen of zo. I don't know. Als er ergens een sniper ligt, want ik zag net wel ergens een sniper liggen, dan zal ik hem wel eens even oppakken en zal ik eens even mijn sniperkunsten laten zien. Dat doe ik wel voor mijn secondary mes natuurlijk. Want ik heb die BR-32 weggehaald, maar die was gewoon kut. Hey dood. Kom maar dood. Hey dood. Oh wat? Oh ja, by the way jongens, als jullie mijn Xbox Live naam willen weten, het is Don't It Movies. Niet Shadowgames 23, zoals de meeste van jullie hebben gedacht. Nee, het is Don't It Movies. Hetzelfde geldt voor mijn Origin. Dat is waar ik Crysis 3 op speel. Online, dus ja, Origin gewoon. Dat is mijn Origin naam, is dus Don't It Movies. Oh, hetzelfde. En what the fuck man, wat is dat voor falend spelletje? Ik sta 9 op 10. Help. Ik haal kills, maar ik ga steeds dood. Dus het is onmogelijk om killstreaks te halen voor mij. Au, kutzooi. Word ik ook nog geflasht? Ja, nee, ik ben toch dood. Fuck jou. Fuck jou, mogol. Maar eerst even gaan stunnen met een light machine gun. Oh, wat zijn we weer leuk, kerel. Je gaat er niet op een uur of wie. Wow. Hij is zo'n no-life. Hij is vast een noob. En met een noob bedoel ik level 4-achtig. Ja, wat zit je nou te kaperen, hè, mogol? Ik zou eens even je leider verlossen. Kom, hier, snipe. Ja, ik moet hem even doodmaken, hoor. Ik moet hem even doodsnipen. Ik wil je gewoon even mijn snipe skills laten zien. Echt zo haal ik 0 kills met de ding. Ja, oké, nou is die daar weer weg, hè. Wauw. Nee, ik ga gewoon 1 kill ermee maken. Huh? Ik keek en is niemand. Skills. Snipe. Oh, kutzooi. Oh, wat is het druk hier? Oh, nou ja, dan doe ik ook mee de KSG. Zo, yes. Maar goed, je zag mijn snipe skills wel dus. Niet echt OP snipe skills, maar ik ben er best wel content mee. Die blaast zichzelf op, dus dat willen we niet.
Ik heb ook geen flashbacks of zo. Oh, daar zit hij dan weer. De Mogol. De emu. Nee, ik haalde die trekker toch over. Dan moet die kogel toch aankomen. Het is gewoon als je doodgaat, dan verdwijnt die kogel gewoon poef in de wind. Dat denk ik dus niet, hè? Tuurlijk, en die stealth chop kan ook nog wel bij. Emus. Schrijf het toch uit met die light machine guns. Jezus. Of het zijn flashbacks waar ze mee spammen. Of het zijn granaten waar ze mee lopen te spammen. Of het zijn snipers die ze gebruiken. Of het zijn light machine guns. Maar gewoon fatsoenlijke submachine guns en al dat soort wapens. Kijk, daar heb je het weer hebben de light machine guns. Jongen. Speel ik me. Oké, even naar mijn team kijken. Hè. Even kijken. 8 om 10, 3 om 11, 4 om 3. Iedereen lief. Ik heb echt Josties in mijn team. Echt gewoon alle King77NL Josties gewoon. Kijk dan aan, killjacked, oh my god. Tuurlijk, met een handgun. Yeah, wat zijn we pro. Oh, we zijn zo goed in Call of Duty. Ik heb een kill met een handgun. Oh. Jij moet gewoon met je snipertje, hè? Wat had je dan? Lekker headshot voor je bakkers, bitch. Tuurlijk, zit hij achter de container. Oh, leuk. Mag ik daar ook bij? Oh, ja. Kampeerders. Unlocked. What the fuck? Diamonds Rick Krell ofzo? What the fuck was dat nou? Jongens, wat was dat voor diamond ding? Vertel het even in de comments. Heb ik een diamond gehad ofzo? Een diamond wapen? In mijn hol. Jezus, echt ook. Nou, ik speel nog maar een potje. Alleen niet tegen deze Josties, echt waar. Oh mijn god. Dit is echt gewoon... Kijk, hier. Oh, wat skillful. Oh, pew. Beetje light machine gun. Oh, wel een mooie site trouwens. Dat is wel leuk. Moet je ook eens kijken. Dat was ook een reden waarom ik niet echt met een light machine gun wou. Kijk, als jullie dat wouden, dan had ik het wel gedaan. Maar een shotgun is veel meer skill ervend dan een light machine gun. That's right, dog. Daarom ga ik ook in de volgende... Oh, een diamond ding. Dat is ook de reden waarom ik in de volgende... Route to Gold, die denk ik zo rond het winter gaat beginnen. Met de crossbow gaan. De crossbow of handgun. Dus in ieder geval van dat soort wapens. Geen... shotguns of submachine guns of assault rifles. Neem echt van die onzin wapens en zo. Dus dan ga ik jullie gewoon een lijstje met wapens voorstellen. En dan mogen jullie daar gewoon uit kiezen. Ik denk de Executioner. Gewoon de wapens waar ik de meeste pest aan heb. Ballistic Knife. Ja, Ballistic Knife ga ik ook doen. Ja. I know, right? Nee, oké. Even kijken. Cutshot. Mogol. Ah, ik word ook helemaal gek van die camera die ze gebruiken. Man, dat doet ze gewoon zeer aan mijn ogen. Heb je er weer een, hoor? Heb je er weer een? Jezus. Ga gewoon die game spelen, mens. Kaperende Josti. Zo ga ik deze episode gewoon noemen. Gewoon gamen met Mongolen. Zoiets, ja. Wauw, echt. Lalala. Snipe. Nou, ik zeg niks over snipers meer. Want ik snipe zelf ook. Ik weet hoe vervelend het is. Dus ja. Nee, maar ik ga gewoon één sniper goud. Het is gewoon, als ik gouden wapens haal, kan ik er nooit bij me spelen. Dus ik heb de Peacekeeper, die heb ik goud, hè. Wist jullie waarschijnlijk niet. Maar het is zo'n toppunt van droogheid. Want wel, dan kan ik niet meer... Ik kan niet meer spelen met de Peacekeeper. Ik dacht gewoon, weet je wat, fuck the system. Ik ga gewoon lekker tryhard modes activate. En dan gewoon lekker met mijn Peacekeeper. Nee, ik kan niet meer met de Peacekeeper spelen. Dan eindig ik 10 om 30 of zo. Echt, ik kan het niet meer. Het enige waar ik mee kan spelen is in de wapens waar ik op dit moment mee speel. Dus ja. Dat is ik wel. Hey, dikke emu. Je dikke emu met je BR32 of zo. Of 23, I don't know. Of BKR, weet ik wel hoe dat geile kut handgun geval. Oh mijn jezus. Jongens, let gewoon tryhard mode. Oh, auw. Tryhard mode activate. Jezus Christus. Komt hij weer met de granaat, hoor. Gaat hij weer lekker spammen? Dan ga ik wel de wolf toe. Wat de fuck ben ik nu weer? Fuck. Vroeger zag je hun naam erboven staan. God, non de jure, emu. Nu zie je alleen nog maar van die stomme dingetjes. Dus dan weet ik niet waar ik op moet schieten. Ja, moet ik op mijn radar kijken. Nee, dat is verstandig om te doen. Hey dudes. Please. I want to get my UAV. Because I want to win the Hunger Games. Hey dudes. Kutzooi. Wat is dit nu even onzin? Oh mijn god, de hele map weg. Jezus, Call of Duty. Ga ze even fatsoenlijk doen. Mijn god, hé. Dit lijkt echt nergens op. Wat de fuck is dat nou weer? Dit lijkt gewoon echt ook weer nergens op, dit, hè. Tryhard mode. Jezus, kijk dan. Dan komt hij weer met zijn... Jezus, hij spet me eerst helemaal door met equipment. Kijk hier. Granatje, flashbangs, yummy. Lekkere giftige soep. Jezus. Goed, wel. Wat is het nou? Oh mijn god, ja, ik ben dood.
zag hem niet meer. Ik zag hem niet meer. Wel, het lukt me niet om ze neer te halen. Dit is denk ik in plaats van Faco Noob, Ronald Noob hier zo. Ik weet niet of het liedje gaat van Asterix Noblex. Best wel fun, want ik kijk die films al gewoon een week lang, maar ik weet ook niet hoe het allemaal gaat. Ik mag hopen dat jullie alles hebben opgeruimd. Nee, dus niet. What the fuck, jij hoort dood te zijn. Oké. Okay. Je dikke emoe, schrijf met je rotzooi. Wat is dit nou weer dan? Ghost Sniper, met een X dit voor. Yeah, wat een epische naam, hoor. Tuurlijk, gaan we lekker met die skillvolle sniper. Ja, dat is het makkelijkste wapen in de hele game, ja. Gewoon het makkelijkste wapen in de hele game is die sniper. Echt waar. Ik heb ermee gespeeld. Nou, je wilt niet weten hoeveel killstreaks ik haalde. Oh, ja. Je dikke emu. Spam, maar we hebben de granaten. Jezus. Je fucking tryhard, mogol. Tuurlijk, maak jij hem ook nog maar dood. Jezus. Dikke emu's. Ja, jij gaat ook maar even dood. Kom eens hier, jij. Jij geeft de kogel door je hoofd. Vind je wel leuk, hè? Kom maar. Jij fucking retard. Kutzooi, kom maar met die granaat, jij. Je dikke emu. Wat is dit nu weer van onzin? Ja, tuurlijk. Telefoon, ga ook maar. Verpest mijn hele opname. Yeah. Ja, ik neem hem lekker niet op. Tuurlijk, kill me maar. Go, stick sniper. Oh my god. Dramatisch. Met de hoofdletter D. Kijk, ik heb die rem, ik heb die stomme camo. Wat is dit nou weer voor onzin? Kijk hier, oh boom. Oh boom, oh kijk, wat een Yoshi's heb ik in mijn team. Even kijken, 16 om 11, 15 om... Jezus, moet je kijken hoe we in de minderheid zijn. Kijk ook wat voor volk ik in mijn team heb. Maar nu allemaal prestige 8, prestige 10, prestige 5. Jezus. Oh. Strength and honor, nou fuck that. Maar goed jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Dat ik überhaupt nog gewoon zo heel terug. Bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Like, favorite, comment en subscribe. Volg me even op Twitter. En wel, dan spreek ik jullie later. Dus ja, dudes. Later mensen.